Wilfred van Leeuwen, je wint vandaag met 3-0 van Jong Sparta. Je pakt 11 punten uit de eerste 5 na de winterstop. Wat is er nou zo anders na die winterstop hier bij Rijnsburgse Boys? Nou, kijk, ik heb voor we hebben op trainingskamp hebben we met elkaar gezeten en op een gegeven moment zijn we te sprake geweest over in wat voor fase je moet komen om punten te gaan halen. Nou, en dat noemen ze dan met een mooi woord de prestatiefase. En daar zijn we naartoe aan het werken gegaan en dat is gelukt, blijkbaar. Want buiten de resultaten wordt er goed getraind, wordt hard gewerkt. Iedereen is blij als we winnen. Ja, dat is allemaal wel wat waard. Maar waren jullie dan een bierelftal voor de winterstop? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, we hebben ergens naartoe gewerkt en dat komt eruit en dat is mooi om te zien. Waar ligt het dan aan dat het er nu wel uitkomt? Nou ja, wat ik zeg, het gaat erom, je moet in een prestatiefase terechtkomen. En dat betekent dus dat van links naar rechts en van boven naar beneden moet iedereen ergens achter gaan staan. En nogmaals, dat lukt en daardoor pak je punten en dan win je vandaag redelijk makkelijk van Sparta. Wat is dan een prestatiefase? Een prestatiefase is een fase waarin je met de hele groep ergens achter staan, ergens in gelooft, dat iedereen blij is, dat iedereen zich schikt in zijn rol, dat iedereen doet wat er van hem gevraagd wordt. Dat is een prestatiefase. Wat heb jij dan anders gedaan dan daarvoor? Dat blijft zo vaag, dat begrip prestatiefase. Ja, maar dat is, voor journalisten is het vaag als het voor ons maar helder is. Maar zeg eens in normale mensentaal wat je dan anders gedaan hebt. Nee, wij hebben niks anders gedaan. Alleen de groep zit er op dit moment op die manier in dat iedereen ergens achter gaat staan. En dat iedereen zich schikt in zijn rol en dat iedereen hard werkt om dit voor elkaar te krijgen. Nou, dan zie je dus dat je de eerste 4 wedstrijden na de kerst kom je allemaal terug van een achterstand. Zelfs in een aantal wedstrijden een aantal keer. En vandaag win je dan relatief gemakkelijk onder moeilijke omstandigheden, vind ik. Slecht veld en harde wind van Sparta. Dus, en een keertje de nul, dus ook was lekker. Hoe goed is dit Rijnsburgse Boys nu ze in de prestatiefase terechtgekomen zijn? Nou ja, wat ik zeg. Wij zijn een moeilijk te verslaanbare ploeg. En wat ik zeg, net ook, we hebben de nul gehouden en dat is ook wat waard. Weet je, je kan wel winnen met 3-2, maar met name die nul voor de verdedigende, voor de verdedigers en voor de keeper is dat ook wel eens een keertje lekker. Dat je gewoon dat je weinig weggeeft en dat je inderdaad een keertje met 3-0 wint in plaats van met 3-2. Noem je nu ook bewust de nieuwe jongens niet, die centraal staan, die links buiten staan, die in de spits staan? Die maken wel het verschil ook. Nee, kijk, ik vind dus, en dat is die fase waar het om gaat, de hele groep maakt het verschil. Omdat je de hele groep nodig hebt om die wedstrijd te winnen. En die nieuwe jongens, ja, die hebben een hele goede bijdrage erin. Als ik zie hoe Virgil en Jeroen, maar ook Thomas, hoe die zich bewegen in de groep. En hoe de groep daarmee omgaat en hoe zij met de groep omgaan. Dat is allemaal gelijk geaccepteerd. En of de een nou speelt of dat de ander nou speelt, ja. Het valt allemaal goed nu. Kortom, er waait een andere wind. Nou, die waait zeker.